Wat spannend. Jullie komen al bijna naar onze voorstelling kijken. Maar we moeten nog zoveel oefenen. Jongens, aan de slag! Een echte acteur kan heel goed teksten leren en onthouden. Een echte acteur moet een hele goede conditie hebben. 1, 2, 3. Een echte acteur kan zich heel goed concentreren. 43. 44. 45. Een echte acteur kan zich heel goed inleven. Wat? 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 134, 135. Een echte acteur durft in de spotlights te staan. Honderd... 88. 189. 190. Maar wat moet een echte acteur allemaal kunnen om in King A een echte ridder te spelen? Een echte ridder zingt nooit een toontje lager. Op het vier, schat de helm van plezier en de eet in bloed gekrast. Wat heldhaftig gaan sta vast. Laat de harte klop van adel, ridders vast slaan in hun zadel. Want het was niet goed nu, de inzet. Nee. Ja? Een echte ridder is niet bang voor een stukje staal. Een echte ridder zet zijn beste beentje voor. 5, 6, 7, 8. Die sprong. Hij zit wel in hetzelfde ritme. Een echte ridder kan een goede klap verdragen. Er zit zo'n stukje van jouw hand. Dus als het snel gaat en per ongeluk mist, dan is hij raak. Ja, dat hebben wij ook al een paar keer. Een echte ridder laat haar handjes wapperen. Een echte ridder staat stevig in zijn schoenen. Drie, twee, één. Ja, Straks op het podium zien jullie alleen ons vijven. Maar achter de schermen werken er nog veel meer mensen mee aan deze voorstelling. Wat moeten die eigenlijk allemaal kunnen? Als regisseur moet ik een neus hebben voor de mooiste verhalen. Je moet je goed kunnen inleven in wat spannend is voor het publiek. Je moet iedereen enthousiast kunnen maken om mee te werken. En je moet de acteurs helpen om hun rollen in het verhaal zo goed mogelijk op het podium tot leven te brengen. En je moet de baas kunnen spelen. En als regieassistent moet je meedenken en meekijken met de regisseur. Moet je letten op de tijd en de tekstveranderingen. Moet je in de gaten houden of iedereen wel weet wat hij moet doen. En soms moet je iedereen gewoon verwennen met wat lekkers. Dropje? Oh, ja, lekker! Een kostuumontwerpster moet heel handig zijn met de naaimachine. Ze moet alles weten van materialen en stofjes en kleuren. Ze moet heel snel oplossingen kunnen bedenken. En ook heel goed kunnen shoppen. Als zangdocent moet je je stem heel goed kunnen gebruiken, heel goed kunnen luisteren, goed aanwijzingen kunnen geven om iemand nog beter te kunnen laten zingen en heel veel geduld hebben.
Als technicus moet je verstand van licht en geluid hebben. Decorstukken kunnen repareren en veel kunnen sjouwen. Als gevechtstrainer moet je een goede conditie hebben en je lichaam en je gedachten goed kunnen beheersen. En oog hebben voor detail en let op de veiligheid. Wat kan jij zelf heel erg goed? Kan je dat uitleggen en aanleren aan de rest van je klas? Want een echte ridder probeert alles. Tot snel in het theater. En veel plezier bij de voorstelling. Yeah.